Ja, dames en heren, here we go. Het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van Oude Westen TV. We gaan deze week weer eens even een blik werpen op de wijk en kijken wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. Ga er lekker voor zitten en natuurlijk heel veel kijkplezier. Chef Kok. Vandaag is onze activiteit Gözleme en de dames die zijn aan het maken. We hebben eentje met feta kaas en spinazie en de andere zijn met aardappelen en uien erin. En iedereen die is volop aan het genieten en dit is wel een terugkomend activiteit die wij zeg maar jaarlijks bij Klus en Werk Oude Westen in Tuin de Bajonet doen. Ja, zo snel gaat de oog eruit gaan.
jongste is hier op de kar met de wiel. Ja, de jongste. Ja, de jongste. Ja. Klassieke muziek. Van Bach. Festival Downtown, een tweedaags festival vol met acts en muziek. We gaan straks naar Worm toe. Komen jullie ook mee? Hoe vinden jullie het hier op het festival? Leuk man, leuk. Yeah, it's nice. Yeah, man. Ik ben hier door Chris, you know. Hij kreeg gratis tickets. Hij zei, yo, pull up. So I pulled up. En hebben jullie al artiesten hier gezien? Yeah, man. What's his name? Naga. Naga. Great artist, great performer, man. Does his thing, man. Yeah. Rocks the crowd. Yeah, that does his thing, man. Zijn jullie hier speciaal gekomen nog voor een artiest of een DJ? Niet specifiek. Ik werk eigenlijk met een van de evenementenorganisators. Hij is een van mijn partners eigenlijk. Dus like, hij vroeg gewoon of ik langs kon komen. En ja, toch, ik had tijd. Oké, heel veel plezier nog deze avond. Oké, Shaka Shams, jij gaat straks optreden. Heb je er een beetje zin in? Ja, sowieso. Sowieso, zeker. Ja, wat vind je van de sfeer hier tot nu toe? Nice, chill, gewoon laid back, yeah. Kan je een beetje vertellen over jezelf als artiest? Mijn naam is Shaka Shams, ik maak muziek sinds ik 11 ben.
De genres die ik maak is hip-hop, maar subgenres met veel elektronische invloeden. Een beetje van alles, maar ik ben meer de elektronische route aan het opgaan momenteel, ja. En waar gaat je muziek over voornamelijk? Nu, de muziek die ik maak is... Momenteel is dat gewoon just having fun type of music. Maar de nieuwe muziek die gaat droppen is wel veel meer persoonlijk, live type of shit. Just gotta hear it. Yeah. Peanut Butter Jelly Time is natuurlijk hier op Downtown Festival. Kan je wat meer vertellen over het concept van jullie? Ja, so we are Peanut Butter Jelly. Eigenlijk is het een feestje begonnen die ik samen met een vriendin van mij heb opgezet. Ongeveer 4 jaar geleden nu, in 2020, net voordat de coronatijd begon en zo. En we wilden gewoon een feestje in Rotterdam opzetten van muziek die we nog niet zo vaak hoorden, van UK Garage. Niet zoveel feesten die dat doen. Je hebt wel hier en daar wat. Maar wij wilden het in onze eigen vibe doen. Een beetje gewoon cool, laid back en fun. En that's what we did. Onze eerste editie was in Altijd in de Buurt. En vanaf daar zijn we eigenlijk altijd een beetje gaan clubhoppen. We hebben verschillende venues in Rotterdam gehad. We hebben bij Wilde iets gehad. Bij Mono, Bird, Poing. En vandaag staan we hier bij Worm. Collaborating met Downtown Festival. Dus dat is heel leuk om daar een stage mee te hebben. En we zijn daar ook heel grateful voor. Ja, superleuk. En wat kunnen we verwachten deze avond qua DJ's? Qua DJ's. DJ's die hele goede muziek draaien. We zijn de avond begonnen met Princess Vineyard. Hierna hebben we een hele leuke artiest, Vieze Meisje uit België. Daarna hebben we Lou en 21L. En we hebben ook de headliner van vandaag, Flava D. En de rode draad in het allemaal is UK Garage. Dus de core van wat er wordt gedraaid vandaag is echt UK Garage, bass, muziek. Maar daarnaast mogen de DJ's ook altijd gewoon aangeven of gewoon lekker hun eigen ding daarmee doen. Want we vinden het altijd leuk om gewoon, ja, ook gewoon die andere takken te zien van hoe muziek zich uit. Dus we laten daar mensen altijd wel heel vrij in. Dus ja, dat. Los van de betaalde venues zijn er ook buitenplekken waar je gewoon gratis muziek kan kijken. Laten we kijken wat de festivalgangers er hiervan vinden. Ik vroeg me af, wat vind jij ervan dat dit een gratis venue buiten is? Ja, superleuk. Fantastisch. De mensen, de vibes. Het is gewoon leuk om dat gratis te mogen meemaken. Dus hartstikke leuk. En is het jouw eerste keer op Festival Downtown? Het is niet mijn eerste keer. Ik denk mijn derde, vierde keer. Het is wel leuk, ja. En je geniet een beetje van de muziek hier? Ja, zeker weten. De vibes zijn hier, de muziek is er. Dus hartstikke leuk. Tot zover de uitzending voor deze week. Die zit er alweer op. Maar op onze socials kun je natuurlijk nog even een blik werpen. Ook op YouTube kun je de uitzending terugkijken. En volgende week dan zijn we gewoon weer terug op televisie. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. En heel graag tot de volgende. Doeg!